Het parlement is afgelopen dinsdag in commissieverband bij elkaar gekomen om de wet notarisambt te behandelen. De bedoeling is deze wet te verruimen. Het gaat hier om een initiatiefwet van de NDP-parlementariërs Amzat Abdul, Sylvana Alfonsouwa en Jennifer Geerling-Simons. Zij hebben aangegeven op basis van de verschillende uiteenlopende klachten uit de samenleving dit initiatief te hebben genomen. In de praktijk is gebleken dat cliënten niet altijd tevreden zijn met de opgemaakte actes. Commissievoorzitter Roselli Cotino van de NDP stelde voor het aantal notarissen te verruimen en de pensioengerechtigde leeftijd van 65 naar 70 op te trekken. Artikel 24a is ook zo'n belangrijke wijziging. Natuurlijk weten we allemaal wat de initiatiefnemers beogen met deze wijziging. En we vinden het van eminent belang dat deze wijziging er is, voorzitter. Maar de vraag hoe dit zal werken in de praktijk staat nog overeind. Artikel 24a, voorzitter. De verschijnende personen worden voor of tijdens het verleiden van de akte in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de woordelijke inhoud van de akte. Op straffe van nietigheid van de akte is de notaris verplicht, alvorens de verschijnende personen overeenkomstig artikel 25 van de akte ondertekenen, te vergewissen dat de verschijnende personen de inhoud van de akte en de daaraan verbonden rechtsgevolgen in zijn geheel verstaan en begrijpen, en ter zake daarvan door hen aan de notaris een schriftelijke of mondelinge vastgelegde verklaring wordt afgegeven. Karel Breeveld, lid van de commissie van rapporteurs, plaatste ook enkele kritische kanttekeningen bij de verruiming van de wetsartikelen. Hij is voorstander van complete transparantie binnen het notarisgebeuren, zodat de bona fide notarissen wel beschermd zijn. Dus in dit kader lijkt het mij goed dat gestreefd wordt naar transparantie. En misschien kan ik toch nog ook even indirect een compliment maken aan de regering. Dat in ieder geval bij met name de Extractive Industry Transparency Initiative, dat Suriname nu in ieder geval de mogelijkheid heeft gehaald is van de lijst door de organisatie. En dat de deadline in ieder geval gehaald is, de tweede deadline. We zijn dankbaar daarvoor, want dat leidt ook tot verdere transparantie. Ik heb de minister van Natuurlijke Hulpbronnen gefeliciteerd ook, want ik denk dat dat een stap is in de goede richting. Maar u begrijpt dat dit natuurlijk ook wel onder internationale druk geschiet. En ik denk dat dat aan de ene kant een compliment is, aan de andere kant stel ik mij altijd de vraag, waarom moet alleen onder internationale druk zoiets dan in orde komen? Doe parlementariër Karel Breeveld en lid van de commissie van rapporteurs afgelopen dinsdag in het parlement tijdens de behandeling van de wet notarisambt in commissieverband.